Eens diabetes type 2, voor altijd diabetes type 2. Het is een zin die zorgverleners heel vaak tegen mensen hebben uitgesproken. En helaas is dit volkomen onterecht. Sinds de jaren 70 weten we eigenlijk dat diabetes type 2 met een gezonde levensstijl om te keren is. En gelukkig hoor je steeds meer hoogleraren, professoren en artsen zeggen dat diabetes daadwerkelijk om te keren is met een gezonde levensstijl. Sterker nog, in 90 tot misschien wel 95% van de gevallen is diabetes type 2 volledig om te keren met een gezond eet- en drinkpatroon. Maar de vraag is even, waar moet je beginnen als jij je diabetes om wil keren? Wat moet je dan doen? Ik ben Ali van Ziektevrij Leven en in deze video geef ik je 10 tips hoe je zelf je diabetes type 2 volledig kunt omkeren met een gezonde levensstijl. Als eerste is het even kort goed om te zeggen dat je niet koolhydraatarm moet eten om diabetes type 2 om te keren. Of je daar nou wel voor kiest, of ervoor kiest om paleo te eten, of veganistisch, of vegetarisch, of welke andere stroming dan ook. Bij al die stromingen zul je erachter komen dat je uiteindelijk terug moet naar natuurlijke voeding. Want welke leerschool je ook volgt, of welke coach je ook helpt, uiteindelijk zul je zien dat het erop neerkomt dat je bewerkte voeding zoveel mogelijk links moet laten liggen en meer moet eten als een oermens, of in ieder geval niet bewerkte voeding moet eten. Dus dat is wat ik in ieder geval wil dat je alvast weet over deze video en weet over voeding. Gezonde voeding is zoveel mogelijk onbewerkte, natuurlijke voeding. Maar genoeg voor nu, op naar de tips. Tip 1, zoek de juiste begeleiding. Kijk, als je niet weet wat je fout doet, kun je dat ook niet veranderen of verbeteren. Het is heel verleidelijk om naar deze video's te kijken en misschien alle video's op het Ziektevrij Leven YouTube kanaal te bekijken en vervolgens naar onze website ziektevrijleven.nl te gaan en daar alle artikelen te lezen. En natuurlijk, je zult heel veel kennis opdoen van wat je wel en niet kunt doen. Maar die informatie is natuurlijk heel algemeen en niet aangepast op jouw exacte situatie of gezinssamenstelling. Daarom is het altijd goed om begeleiding te zoeken. Topsporters, hoe goed ze ook zijn, hebben nog altijd coaches en mensen waar ze van kunnen leren. En wat diabetes type 2 betreft en het omkeren daarvan, is het heel goed om begeleiding te zoeken. Nu ga ik je niet vertellen bij wie je moet zijn en wie je niet moet zijn, want dat is irrelevant voor deze video. Maar laat ik het zo zeggen, er is een reden waarom wij bij Ziektevrij Leven inmiddels bijna 12.000 mensen hebben geholpen in een paar jaar tijd. Je zult niemand in de Benelux kunnen vinden die meer mensen heeft geholpen dan dat wij hebben geholpen, met een betere tevredenheidsscore dan dat wij hebben. En dat komt omdat wij kijken naar wat wetenschappelijk gezien het beste is voor het lichaam. We laten officiële richtlijnen links liggen, we laten meningen van experts en artsen en wie dan ook links liggen. Uiteindelijk kijken we alleen enkel naar wat bewezen effectief is voor het lichaam, wat bewezen gezond is voor het lichaam en hoe dat makkelijk toepasbaar gemaakt kan worden voor mensen. En dat verklaart dus ook waarom heel veel mensen geholpen zijn door onze diabetes omkeren methode cursus. Alles is daar in stappen opgebroken voor mensen. Je wordt persoonlijk begeleid de rest van je leven en dat allemaal voor een eenmalig bedrag. Maar goed, je hoeft helemaal niet bij ons aan te kloppen voor hulp. Je kunt ergens anders hulp zoeken, maar zoek hulp. Vooral als je straks bijvoorbeeld medicatie moet afbouwen. Dan moet iemand je daar wel bij kunnen helpen om dat op een gezonde en veilige manier te kunnen doen. Maar ook om dingen persoonlijk voor jou te maken. Wat nou als jij je diabetes wilt omkeren, maar je partner helemaal geen zin heeft om anders te eten? Of wat nou als je uit eten gaat omdat je uitgenodigd bent, maar niet goed weet wat je moet bestellen? Of als je op vakantie gaat en helemaal geen toegang hebt tot al die gezonde producten waar je mee kookt en waar je mee eet. Nou, bij al die dingen kan de juiste begeleiding je helpen om alternatieven te geven, om misschien wat argumenten voor je te verzinnen om je partner te overtuigen en natuurlijk om je te helpen om je medicatie op een veilige en verantwoordelijke manier af te bouwen. Vermijd suikerrijke dranken. Er is geen voedingsgroep zo funest voor het menselijk lichaam als suikerrijke dranken. Niet alleen voor mensen die bloedsuikerproblemen hebben of diabetes type 2, maar eigenlijk elk mens op aarde. Suikerrijke dranken hebben geen enkel toegevoegde waarde voor het lichaam en alleen maar nadelen. Dat komt omdat ze enerzijds dus suikerrijk zijn, maar anderzijds ook enorm vezelarm. Dat betekent dus dat als je drinkt, de suikers in die dranken direct worden opgenomen
Enerzijds hoeft je lichaam natuurlijk niks te verteren, want het is niet dat je een sinaasappel eet, maar juist de sinaasappel drinkt. Dus de hele verteren- en kauwstap is al weggenomen. En daarnaast drink je ook nog eens een product wat vezelarm is, waardoor die suikers direct worden opgenomen. Want zoals je misschien wel weet, vezels remmen de opname van suiker en de opnamesnelheid van suiker. En als je geen vezels in een drankje hebt, dan betekent het dus dat alles direct wordt opgenomen. Onder deze suikerrijke dranken valt helaas heel veel. Van de frisdranken tot de pakken taxi, maar ook chocomel en fristie. En helaas ook vruchtensappen en groentesappen. En daarbij maakt het helaas niet uit of je het zelf hebt geperst of koopt uit een pak. In alle gevallen gaat het dan nog steeds om een vloeibaar goedje wat vezelarm is en suikerrijk is. En dat drinken zal er gegarandeerd op de lange termijn voor zorgen dat je bloedsuiker slechter wordt en je diabetes type 2 krijgt. Het vermijden van deze dranken zal dan ook je bloedsuiker automatisch en direct verbeteren. Tip 3. Vermijd deegwaren gemaakt van witte meel. Waar suikerrijke dranken de ongezondste dranken zijn, zijn deegwaren gemaakt van witte meel de ongezondste dingen waar je eigenlijk op kunt kauwen. Suikerrijke dranken bevatten vaak per 100 milliliter zo'n 10 tot 15 gram suiker. Dat klinkt veel, totdat je weet waar witte meel uit bestaat. Dat bestaat namelijk voor 60 tot 70 gram aan koolhydraten aan suikers per 100 gram en bevat, net als suikerrijke dranken, eigenlijk geen vezels. Dat betekent dus elke keer dat je zo'n product eet, je een enorme hoeveelheid koolhydraten en suikers binnenkrijgt zonder ook maar een gram vezel binnen te krijgen. Het probleem is dat hier heel veel dingen onder vallen. Van witbrood tot pizzadeeg tot gebak, koekjes. Eigenlijk alles wat niet gemaakt is van volkoren meel of volkoren tarwemeel is automatisch gemaakt van wit meel. Dus wil jij deegwaren blijven eten, dan moet het sowieso gemaakt zijn van volkoren meel of volkoren tarwemeel. Als dat niet op de etiket van de ingrediënten staat, dan wil je het eigenlijk zoveel mogelijk vermijden. Want, zoals ik al zei, witte deegwaren zijn de meest ongezonde dingen die je kunt eten en waar je op kunt kauwen. Maar goed, beter dan volkoren brood is het om nog steeds bijvoorbeeld koolhydraatarm brood te kiezen. Want dat is vaak gemaakt van een combinatie van veel gezondere meelsoorten die ook nog goed zijn voor je bloedsuiker. Maar als je ergens wilt beginnen om je diabetes om te keren, dan is het goed om in ieder geval alle witte deegwaren te vervangen voor volkoren producten. Of, als je het nog beter wil doen, gewoon die deegwaren volledig te elimineren. Heel eerlijk gezegd, deegwaren bevatten eigenlijk geen toegevoegde waarde voor je gezondheid. Ze zijn misschien wel lekker, maar als je kijkt per 100 gram wat ze nou echt bevatten aan gezonde voedingsstoffen, dan kom je heel erg bedrogen uit. Meer dan koolhydraten en suikers is het vaak niet. Tip 4. Vermijd toegevoegde suikers. Kijk, deze tip is een beetje grijs gebied. Niet alles waar toegevoegd suiker in zit, is ongezond. Maar heel veel producten waar toegevoegd suiker in zit, zijn wel ongezond. Daarom kun je gewoon beter, als je het allemaal zelf wil doen en zelf je diabetes wilt voorkomen of genezen, deze tip opvolgen. Als je gewoon alles vermijdt waar suiker aan toe is gevoegd, dan eet je eigenlijk automatisch heel gezond. Je vermijdt namelijk eigenlijk alle bewerkte voeding. En zodra je dit doet, betekent het dus ook dat je automatisch veel natuurlijker eet. Als je alleen al suikerrijke dranken zou vermijden, deegwaren gemaakt van witmeel zou vermijden en alles zou vermijden waar suiker aan toe is gevoegd, dan ben je er denk ik al voor 80% van het verhaal. Zo ongezond zijn deze drie tips samen. En dat betekent dus ook dat als je de drie tips in deze video dan wel opvolgt, dat je automatisch heel ver zult komen. Maar wederom, hou er rekening mee dat als je deze tip gaat opvolgen, dat er ook producten afvallen die op het randje wel mogen. Maar je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen wat betreft je gezondheid en die producten ook gewoon links laten liggen. Want zelden zijn die producten die je misschien onterecht links laat liggen echt gezond voor het lichaam. Tip 5. Eet meer eiwitten. We zien het keer op keer op keer bij de mensen die wij helpen om hun diabetes om te keren. Niet alleen eten ze heel veel koolhydraten en suikers, maar eigenlijk ook altijd veel te weinig eiwitten. En dat is jammer, want eiwitten hebben veel voordelen voor je lichaam. Niet alleen zijn ze een essentiële bouwsteen die je nodig hebt om te overleven. Letterlijk, als je geen eiwitten zou eten, dan zou je
in een zeer korte tijd overlijden. Maar eiwitten hebben qua voeding ook heel veel voordelen. Ten eerste zijn ze van alle grote voedingsstoffen, koolhydraten, vetten en eiwitten, de voedingsstof die het meest verzadigt. Dat betekent dus ook, eiwitrijk eten vult je langer. En als je langer vol zit, betekent het dus ook dat je minder vaak iets gaat eten. Wat natuurlijk het risico op ongezonde dingen vermindert. Daarnaast hebben eiwitten vrijwel geen invloed op je bloedsuiker. Alleen als je extreem veel eiwitten eet, zul je een verhoging in je bloedsuiker zien. Maar zolang je normale hoeveelheden eet, zal het alleen maar goed zijn voor je bloedsuiker. En het mooie, als jij je voorneemt om meer eiwitten te eten, is dat je automatisch een stuk gezonder gaat eten. Want eiwitrijke producten zijn automatisch hele gezonde natuurlijke producten. Denk bijvoorbeeld aan eieren, vis, vlees, gevogelte, zuivel, peulvruchten, noten. Het zijn allemaal natuurlijke producten zonder toegevoegd suiker die eiwitrijk zijn. Sterker nog, je zult geen bewerkte troep kunnen vinden die eiwitrijk is. Vaak is het automatisch zo dat als je besluit eiwitrijker te eten en meer eiwitten te eten, dat je automatisch op een eetpatroon uitkomt wat behoorlijk gezond is. Want een combinatie van een suikerrijk product en eiwitrijk product bestaat eigenlijk niet. Het bestaat alleen als je bijvoorbeeld van die zoete zuiveldranken in de supermarkt zou kopen. Maar die vallen natuurlijk al af, want dat zijn A, suikerrijke dranken en daar is suiker aan toegevoegd. Dus die kun je sowieso niet eten. Even snel tussendoor, vind je deze video leerzaam en wil je meer van dit soort video's ontvangen? Vergeet dan niet om een like uit te delen en je gratis te abonneren op dit YouTube kanaal. Zo mis je geen enkele video die wij publiceren en help je ons om meer mensen te bereiken, zodat we ze kunnen helpen om hun diabetes te verbeteren, voorkomen en volledig te genezen met een gezonde levensstijl. En nu weer terug naar de tips. Tip 6, eet meer gezonde vetten. Als je iemand tegenkomt die je vertelt dat vetten ongezond zijn, en vooral verzadigde vetten ongezond zijn, dan wil je heel ver en heel hard wegrennen bij diegene. Vetten kunnen ongezond zijn, maar vetten kunnen ook heel vaak gezond zijn. Eigenlijk zijn vetten alleen ongezond wanneer ze ontstekingsbevorderende omega-6 vetten bevatten. En dat zie je veelal terugkomen in bijvoorbeeld dingen als margarine, zonnebloemolie, palmolie en meerdere andere plantaardige oliën. Maar dat betekent niet dat alles wat vet is ongezond is. Sterker nog, heel vaak is dierlijk vet juist behoorlijk gezond voor je lichaam. We zien dan ook dat mensen die bijvoorbeeld onze diabetes omkeren methode volgen en veel meer vet gaan eten dan ze voorheen deden, niet alleen hun diabetes verbeteren, maar ook hun cholesterol en ook hun bloeddruk. En dat gaat tegen alle richtlijnen in, maar toch zien we dat. En dat komt gewoon puur omdat deze mensen gezonde vetten eten. Waar kun je dan deze gezonde vetten in terugvinden? Eigenlijk in dingen als zuivel, vlees, kokosnoten, avocado, noten, eieren. Heel veel dierlijke producten, natuurlijke producten zijn van nature gezond. Maar ook verschillende boter- en oliesoorten om in te koken kun je prima gebruiken als jij je diabetes wilt omkeren. Denk daarbij bij ouderwetse roomboter of olijfolie of kokosolie. Het zijn allemaal vetten die je prima kunt gebruiken en die prima gezond zijn bij diabetes type 2. Het mooie van vetten is namelijk dat ze meerdere dingen doen. Na eiwitten zijn vetten de meest verzadigende voedingsstof die je kunt eten. Dus dat is al mooi meegenomen. Daarnaast verminderen vetten de opname van koolhydraten en suikers uit de darmen. Dus je neemt überhaupt minder koolhydraten en suikers op. Wat zich natuurlijk ook vertaalt in een minder hoge bloedsuikerpiek. En daarbovenop vertragen ze ook nog de opname. Dus niet alleen neem je minder op, maar je neemt het ook veel langzamer op. Waardoor je de piek van je bloedsuiker veel meer uitsmeert dan iemand die vetarm eet. En als laatst, en niet geheel onbelangrijk, is vetrijk eten eigenlijk altijd veel lekkerder dan vetarm eten. Vergelijk nou eens volle melk met magere melk. Of volle yoghurt met magere yoghurt. Of magere kaas met volle kaas. Het zijn allemaal producten die stuk voor stuk lekkerder worden wanneer ze vetter zijn in vergelijking met de magere variant. Dus schrik niet en wees niet bang om vetten te eten. Vetten zijn heel gezond, mits je gezonde producten eet. Tip 7, eet meer gezonde koolhydraatbronnen. Zoals ik eerder al zei, is koolhydraatarm eten niet de oplossing voor het voorkomen en genezen van diabetes type 2.
Het werkt wel, maar op lange termijn is het eigenlijk zelden vol te houden, zien wij. Mensen die andere kanalen en websites die vaak een keto-programma aanprijzen, prijzen zo'n programma aan omdat het heel makkelijk is om daar resultaten mee te behalen. Verbied mensen suikers en koolhydraten, wat in een keto-programma gebeurt, en dan zal de bloedsuiker automatisch inderdaad verbeteren. Maar op de lange termijn is dat gewoon heel lastig en moeilijk vol te houden. Want heel veel lekkere producten bevatten nu eenmaal suikers en koolhydraten. De truc is niet om suikers en koolhydraten te vermijden. Het is de truc om de kwaliteit van die suikers en koolhydraten te verhogen. Dat betekent dus dat je prima suikerrijke en koolhydraatrijke producten kunt eten, mits ze voldoende vezels bevatten. Wat groenten betreft is het zo dat je eigenlijk elke groente mag eten die je wilt, op aardappelen, aardpeer en cassave na. Fruit is daarentegen wat lastiger, niet elke fruitsoort is even vezelrijk. Daarom heb ik hier een video voor je over de gezondste fruitsoorten. Er is genoeg om nog uit te kiezen. En wat graanproducten betreft wil je gewoon zo vezelrijk mogelijk eten. Koolhydraatarm brood als brood, maar in ieder geval sowieso volkoren producten als het dan ook echt moet. Maar wat je ook kiest, kies in ieder geval producten die veel vezels bevatten, zodat de koolhydraten en suikers uit die producten minder worden opgenomen en langzamer worden opgenomen. Maar ga jezelf alsjeblieft niet wijsmaken dat je suikerarm of koolhydraatarm moet eten of ketogeen en nooit meer kunt genieten van een koolhydraatrijke maaltijd. Dat kan absoluut allemaal wel, mits het voldoende vezels bevat. Tip 8, beweeg meer. Heel eerlijk, diabetes omkeren is misschien wel 90% voeding. Maar dat betekent niet dat er andere dingen zijn die je kunt doen die je kunnen helpen bij het omkeren van het proces. Beweging is de beste aanvulling op een gezond eetpatroon. Maar vergeet niet, het is een aanvulling op een gezond eetpatroon en nooit een vervanger voor een gezond eetpatroon. Zoals ze in het Engels ook wil zeggen, you cannot outrun a bad diet. Oftewel, je kunt nooit een slecht dieet inhalen door harder te sprinten. Beweging is gezond bij een verhoogde bloedsuiker om verschillende redenen. Zo verbrand je letterlijk de overtollige suikers en koolhydraten in je bloedbaan wanneer je gaat bewegen. Wat natuurlijk de boel zal laten dalen. Daarnaast zal beweging ervoor zorgen dat jij meer suikers vrijmaakt uit je suikervoorraden. En het mooie van dit proces is dat het legen van die suikervoorraden je insulinegevoeligheid weer verhoogt. Wat ervoor zal zorgen dat je bloedsuiker zal dalen. Bij beweging is het zo, des te vaker je het kunt doen, des te beter het is. 1 keer per week intensief sporten is niet beter dan 5 keer per week middelmatig sporten of bewegen. Het hoeft ook niet heel intensief of extreem. Letterlijk een dagelijks wandelingetje doen is meer dan genoeg om mee te beginnen, mocht je het later willen opbouwen. Maar als dat het enige is wat je wil doen, is het ook meer dan prima. Dus kijk welke variant van bewegen voor jou het beste werkt. Is het even fietsen? Is het even wandelen? Is het misschien een sportclub in de buurt opzoeken waar je misschien lessen kunt volgen? Is het lekker in je eentje in een sportschool staan? Wat het ook is, overweeg serieus om aan iets van beweging te doen naast je gezonde voeding. Tip 9, vermijd stress. Stress is een beetje een tegenhanger van beweging. Waar beweging je bloedsuiker laat dalen en je insuline gevoeliger maakt, zal stress je bloedsuiker alleen maar laten stijgen en je ongevoeliger maken voor insuline. Want wanneer je stress ervaart, worden er verschillende hormonen aangemaakt die je ongevoeliger maken voor insuline. Hormonen zoals adrenaline en cortisol. Het probleem daarvan is dat je bloedsuiker kort zal stijgen. Maar als je chronische stress ervaart, dan zal je bloedsuiker ook chronisch verhoogd zijn. Uit onderzoek weten we dat dit ongeveer 1,6 punt zou kunnen schelen. Dus de stressloze jij heeft misschien een bloedsuiker van 6,0, op het randje gezond en op het randje diabetesvrij. De versie van jou met chronische stress heeft dan een bloedsuiker van 7,6. Dat is in de diabeteswereld volledige diabetes type 2. Een waarde namelijk van 7,0 of hoger is al de diagnose diabetes. Dus stress wil je zoveel mogelijk vermijden. En als je iets van stress in je leven hebt, wil je dat ook zo snel mogelijk bij de bron aanpakken. Er zijn dingen die je kunt doen om stress tijdelijk te verlagen, zoals bewegen, of gezonder eten, of een nachtje goed slapen. Maar uiteindelijk moet je de bron van de stress aanpakken. Want zolang je die niet aanpakt, pak je de chronische stress ook niet bij de bron aan. En zal het dus ook in je leven blijven. Onderschat dus niet de negatieve kracht van stress
en wat voor impact het zal hebben op je bloedsuiker. Tip 10. Slaap goed. Slaap is ook zo'n ding wat we vaak onderschatten, terwijl het heel veel overeen heeft met stress. Sterker nog, het gaat hand in hand met stress. Wanneer je gestrest bent, zul je slechter slapen. En wanneer je slechter slaapt, zal je lichaam meer gestrest zijn. Hierdoor kom je in een vicieuze cirkel die je bloedsuiker alleen maar erger zal maken. En we weten ook uit onderzoek dat de impact van slaap behoorlijk is op je bloedsuiker. Mensen die slecht slapen zijn 2 keer zo insuline ongevoelig dan mensen die goed slapen. En dat komt omdat als je slecht slaapt, dezelfde stresshormonen vrijkomen die je bij stress ervaart, zoals adrenaline en cortisol. Daarnaast weten we ook dat mensen die slecht slapen slechtere keuzes maken gedurende de dag. Mensen die slecht slapen grijpen bijvoorbeeld veel sneller naar ongezonde, bewerkte voeding dan mensen die goed slapen. Ze hebben veel minder energie om bijvoorbeeld 's avonds te koken, dus bestellen ze misschien snel een maaltijd. Al dat soort kleine dingetjes door slecht slapen zorgen ervoor dat je bloedsuiker alleen maar verder zal stijgen. Daardoor zul je je misschien alleen maar slechter voelen, meer stress ervaren, slechter slapen en zoals ik al zei, in die vicieuze cirkel belanden. Dus zoals je in deze video hebt kunnen horen, is gezonder leven en diabetes omkeren niet alleen voeding. Ja, dat is het grootste deel van het verhaal, maar het is een combinatie van dingen, omdat je lichaam een combinatie van factoren is. Het is de voeding, het is de beweging, het is de stress en het is de slaap. In die volgorde. In deze video heb ik je eigenlijk alles verteld wat je moet weten om te beginnen aan je diabetes omkeren reis. Wil je hier meer hulp bij en meer informatie over? Vergeet dan niet om naar www.ziektevrijleven.nl te gaan. Hier kun je meer dan 200 gratis informatieve artikelen vinden over wat je kunt doen om diabetes te voorkomen en te genezen. Ook kun je hier onze diabetes omkeren methode cursus vinden waar we je levenslang bij begeleiden. En als je daar toch bent, vergeet dan niet om je in te schrijven voor ons diabetes vrijgeheim. Het is een mooi begindocument waarin we je uitleggen wat diabetes type 2 is, hoe het ontstaat en wat je kunt doen om het te voorkomen, verbeteren en volledig om te keren met een gezonde levensstijl. Mocht je nog vragen hebben, laat die onder de video achter en dan zie ik je graag in een volgende video weer terug.